We staan op het moment midden in de natuur op een draaicirkel. En als ik hier die sporen bekijk, dan is hier een onnoemelijk groot bosbouwvoertuig omhoog gereden. Ik kan me niet voorstellen wat voor machine dat geweest moet zijn. Echt van die dikke sporen die gewoon overal overheen kan walsen. Rotsblokken. Alles walst die plat. Dat moet een gruwelijk grote machine zijn geweest. Want als je dat hier ziet, dan is hij gewoon over deze steen. Eén wiel over deze steen. De andere wiel in deze groef. Heen gewalst. Kijk. Gewoon over die steen heen gereden. En daar weer naar beneden gedoken. Ongelooflijk. Onderaan deze pad, de pad van deze machine waar die ingegaan is, daar staan wij met de camper. Het is al lang geleden, want de bossage in de middenberm begroeit weer. Kijk, en hier ook. Gewoon langs deze steen, gewoon afgeboord. Geen probleem voor karwei. Rotsachtige omgeving. Mooi bos. We gaan naar beneden aan dit pad. Dus dan gaan wij even kijken hoe ik hier op de veiligste manier naar beneden kan komen. Kijk, die machine is gewoon hier naar boven gekropen op zijn gemak. Langs die rots af. Kijk, en dit is gewoon een draaicirkel. Gevonden via Park van Night uiteraard. We kunnen niet op een fatsoenlijke manier bij het meer komen beneden, helaas. Zover je kan komen, dan is het op een gegeven moment moeras. Dat is jammer. Maar goed, wij staan weer. We blijven hier voor de nacht. Het begint nu een beetje regenachtig weer te worden. We hebben de hele dag volop zon gehad. En nu wordt het een beetje grijs. Dus een beetje van alles hebben we gehad. Maar dat is goed. Een mooie mix van weertypes. Niks mis mee. Tot zover. Dan wil ik jullie ook nog even dit paadje laten zien. Het is een weggetje naar een vakantiehuis. Dus het is afgesloten voor verkeer. Met slagboom en slot. Maar ja, je kunt er wel omheen wandelen natuurlijk. Maar dit is echt een mooi paadje.
Alle rotsen die hier liggen, grote rotsen. Allemaal begroeid met mos. En ik vind dat wel wat hebben. Vakantiehuisjes. En dit is een heel mooi vakantiehuisje. En die weten natuurlijk wel waar een lapje grond kopen. En die grote rotsen. Allemaal begroeid met mos. Boompjes er bovenop. De zon door de bomen. Het heeft een beetje een heel hoog gehalte van een soort van hobbitlandschap. Een heuvel op. Net aan die kant een prachtig meer. Kijk, en dit zou een mooi camperplaatje kunnen zijn. Als die slagboom er niet was. Maar hier beneden is het vakantiehuisje. Er is verder nu niemand. Maar wat zit die hier prachtig vakantie te vieren. Dit is in ieder geval weer echt een prachtig stukje Zweden. Dat wou ik jullie even laten zien. Tot zover.
We hebben een plaatje genomen langs, ik dacht de 245. Met fietsmogelijkheden. Er loopt hier een fietspad die kant op. En hier een fietspad de struiken in. Niet zo'n heel drukke weg. Af en toe een auto. Maar het is nou midden op de dag, dus dat kan. We hebben hier al eens meer gestaan. Maar daar kwamen we pas achter toen we beneden stonden. Maar ja, je rijdt dit paadje eigenlijk in. Dus beneden is er plaats voor, ja, er zouden twee buscampertjes kunnen staan. Maar nou wij daar staan, dan, kan, ja, dan is er eigenlijk geen draaimogelijkheid meer. Dus dat geeft niks. Vorige keer stonden we, dacht ik, ook hier. Maar met een campertje inrijden en die is meteen omgedraaid, want ja, er was niet veel plaats. Kijk, het is een redelijk mooie omgeving. We hebben toen ook heel, heel mooi gestaan hier. Niks mis mee. Alleen, ja, misschien heb je aluminium hoedjes nodig. Want er loopt stroomleiding. Dus ja, dat mag je zelf beslissen. Maar verder onderaan dit padje staan we. Er is geen mogelijkheid om het water in te gaan. Helaas. Dus hier daar staan wij. En hier zou ook nog eventueel een camper of een busje. Maar ja, dan moet je er achteruit. Dan moet je eigenlijk achteruit die pad in komen. Want anders kun je niet meer draaien als je hier met tweeën staat. Dus dat is aan jezelf. Maar meestal komen ze niet met tweeën, denk ik. Vorige keer ook niet. Kijk, dat is een dam. Aan de andere kant ligt geen water, dat is gewoon bos. Maar dat is gewoon een dam. Waar daar het nut van is, weet ik nog niet. We kunnen wel overheen wandelen met hondjes. Mooi meer erbij. Helemaal recht sta je hier niet. Dus ik heb oprijblokken gebruikt. Die zal ik even laten zien. Als het zo'n beeld goed opkomt. Kijk, dat is mijn oprijblok. Dat is mijn niet-hydraulische leveler systeem. En we staan op de streep waterpas. Dus, geweldig of niet? Tot zover. Er steekt een eland de weg over. Kijk, dit is een eland. Zweden bijna uit. Ja, bijna Zweden uit, dan zien we een eland. Geweldig. Even op de camera staat het. Ik denk dat je wel op staat. Neem de tweede lijn. En volgende 25. En daarna keer in die bocht. Ik denk dat we dingen niet meer. De camera had gezien.